Goedendag, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaatsen.nl. Vanmiddag lag Nederland onder een groot bewolkingsgebied en uit die bewolking viel regen. De regenzone trok van zuid naar noord over het land. Af en toe regende het even fors, maar vooral in het westen werd het toch ook vrij snel weer droog. Na dit regengebied kwamen er nog een paar buien vanuit het zuiden opzetten, maar heel veel regen gaat er niet meer vallen betekent dat het vooral in het zuidoosten en noordwesten nog af en toe een bui valt vanavond, want op de meeste plaatsen wordt het droog. Het is het weerbeeld van ongeveer 8 uur 9 uur vanavond. Daarbij ligt de temperatuur dan rond 15 graden. Komende nacht neemt de kans op regen weer toe. Vanuit de België komt er een nieuw regengebied aan dat vooral over het zuidoosten en oosten trekt. Het westen en noordwesten krijgen een enkel buitje. Het wordt geen koude nacht. Minimaal liggen rond 14 graden. Terwijl de normale maximum temperatuur nu dat eigenlijk ook ongeveer is. Zeer zachte nacht dus. De wind blijft uit het zuiden waaien. En die wind houden we morgen ook. Aan zee is die windkracht 5 in de ochtend en windkracht 6 in de middag. Het regengebied dat vannacht het land binnentrekt, trekt morgenochtend via het oosten naar Duitsland weg. En daarna brengt vanuit het westen de zon door. Kan nog wel een enkel buitje vallen, maar het droge weer overheerst. Temperatuur kan iets winst boeken ten opzichte van vandaag. Vandaag werd het zo'n 15 à 16 graden. Morgen wordt het 17 à 18 graden. Kijken we dan naar het weerbeeld richting het weekend, dan valt op dat de vrijdag zo goed als droog verloopt. Heel misschien een lokaal buitje, maar meestal droog weer. Daarbij van tijd tot tijd zon en ook wat minder wind. Temperatuur rond 17 graden. Zaterdag kan er weer een enkele bui vallen, vooral in de middag en avond. Maar ook dan houdt het droge weer toch eigenlijk de overhand. De wind neemt verder af en ook zondag staat er niet al te veel wind. Dus we hebben rustig weer in het weekend. Ook zondag van tijd tot tijd zon. Maar later op de dag neemt vanuit het zuiden de kans op buien wel toe. Met een beetje geluk hebben we het avondeten dan alweer op. Geen slecht weekend dus voor de boeg, maar hou de paraplu wel bij de hand. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl